Twee doden en vijf gewonden door een ongeluk met een spookrijder op de A28. Een pittige mountainbike race door Drenthe tijdens de Bartje 200. En Scouting in Meppel bouwt sponsortoren van 25 meter hoog. Bij een ongeluk met een spookrijder op de A28 bij Hooghalen zijn vannacht een 35-jarige vrouw uit Leek en een 30-jarige man uit Assen om het leven gekomen. Om 1:50 s'nachts vond een frontale botsing plaats. De politie kreeg kort voor het ongeluk meerdere meldingen binnen over een spookrijder die ter hoogte van Haren over de snelweg reed. Rond Assen leek de 30-jarige bestuurder te stoppen, maar toen agenten hem wilden controleren, reed hij er met hoge snelheid vandoor. Er ontstond een achtervolging, waarna hij in Hooghalen frontaal op de auto van de vrouw botste. Bij het ongeluk waren nog 3 andere voertuigen betrokken. 5 inzittenden raakten gewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De weg werd na het ongeval in beide richtingen afgesloten. Een 35-jarige man is zwaar gewond geraakt bij een mishandeling in een huis aan de Stationsweg in Meppel. Een ambulance en traumahelikopter werden opgeroepen om hulp te verlenen aan de Meppeler, waarna hij naar het ziekenhuis is overgebracht. De politie heeft 3 mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Vandaag wordt er sporenonderzoek gedaan. 3, 2, 1... Dikke banden, modder en een paar druppels regen. Ruim 2000 mountainbikers vertrekken vandaag vanuit Ees voor de 4e editie van de Bartje 200. Dat is een mountainbike race van 200 kilometer over de Hondsrug. Eerst richting het zuiden, richting Emmen en daarna richting Zuid-Laren, richting het noorden en dan weer terug richting Ees. Waar zit die uitdaging nou met name in? Nou, 200 kilometer fietsen is sowieso al ver natuurlijk. En laat staan door alle bossen die Drenthe rijk is en door alle prachtige mountainbike routes die wij hier hebben liggen. 2000 mag oprijden, tot 2000 mag oprijden. De tijdsregistratie loopt nog niet. Rustig aan, jongens. Rustig aan. Op een mountainbike is het gewoon heel anders dan op een racefiets. Op een racefiets rijden we wel regelmatig afstanden van 100, 150 kilometer. Maar ja, dit is gewoon veel meer weerstand en veel meer technisch eigenlijk. En dat maakt het heel leuk. Het is de tweede keer dat ik op fiets. Dus de eerste keer bevalt goed. De eerste keer ook gehaald, dus ook binnen de tijd. En heeft u er een beetje goed voor getraind? Ja, zeker. Ik heb 4 weken lang 200 kilometer gefietst en daarna een week rust. Volgens de kennis moet dat voldoende zijn, maar of dat zo is, dat moet nog bewezen worden vanavond. Eigenlijk is het een beetje een mix van de behoorlijke topsporters en van gewoon mensen die zeggen van nou, ik wil die uitdaging aangaan, ik wil een keer 200 kilometer fietsen. Dus van alles wat eigenlijk. Ondanks dat het aantal deelnemers iets minder is dan een jaar geleden, is de organisatie trots dat ze er weer staan. We zitten wel weer op een niveau van nog hoger dan pre-corona. Okay. Dus we zijn zeer tevreden met die ruim 2000 deelnemers die we nu hebben. Ik hoop dat de deelnemers het heel leuk hebben. En ook zeker onze ruim 300 vrijwilligers, dat die er ook weer een mooi feestje van maken. En dat die het ook gezellig hebben. De scouting in Meppel wil nieuwe tenten kopen. Maar geld om ze te halen hebben ze niet. Welpenleidsters Judith en Hanna bedachten een plan. Namelijk het bouwen van een grote sponsortoren. Nou, dat is natuurlijk helemaal scouting, een toren. En we dachten, ja, we kunnen wel een sponsorloop gaan houden. Maar heel sportief zijn we natuurlijk niet. Dus we dachten, nou, dan gaan we op zijn scout een toren knopen. En dan in plaats van geld per rondje vragen, geld per meter vragen. Het ledenaantal groeit flink. Volgens de dames de belangrijkste reden om nu in actie te komen. Elke week krijgen we eigenlijk wel weer nieuwe aanmeldingen. Om daar met z'n allen op kamp te kunnen gaan, is het heel handig als we voor iedereen ook slaapplekken hebben. En daarom denken we van, nou, nieuwe tenten, dat is wel echt nodig nu. Maar dat is niet het enige probleem. Een deel van de huidige tenten is zo goed als af. Ja, die zijn best wel krakkemikkig. En die zijn ook aardig lek. Dus die willen we eigenlijk niet meer mee. De toren is inmiddels zo'n 25 meter hoog. En het geld, dat stroomt langzaamaan binnen. Met deze dag halen we nog weer geld op. Dus mensen vinden het leuk. We hopen toch wel dat we straks wel 2, misschien 3 tenten kunnen kopen. Dus wat er ook. Naast het veld van ZZVV in Zuidwolde. Alles te maken heeft dat natuurlijk met de nacompetitiefinale voor een plek in de tweede klasse op de zaterdag. Tussen hier FC Klazinaveen en Pickwick 1887, de formatie uit Haren. FC Klazinaveen kende een moeizame seizoenstart, maar kende ook een geweldige eindsprint. Zodoende staat de formatie van trainer Patrick Beek
Nu in die finale. En de eerste kans is voor Wiekwik. De redding van Lennon Abeltjes. De doelman die volgend seizoen terugkeert bij zijn voormalige club SVBO. Weer Wiekwik. Nou is het Willem Lanjouw. Hij, de gerenommeerde spits, de routinier. Bijna 40 is hij. En tegen Klazineveen speelt hij zijn laatste wedstrijd. Wat kan de ploeg uit Drenthe? Is het een overtreding? Nou, pas wel wat getrek aan het shirtje van deze spits van FC Klazineveen, Jesse Habing. Maar die penalty komt er niet. Wel een nieuwe kans voor de formatie in het zwart. Dit is een prima actie. Goeie voorzet, Habing achter de standbeen. Oei, dit scheelt niet veel. Een prima redding van Sebastiaan Meijwaard, de doelman van Wiekwik. Voordat hij gevaarlijk kan worden, Stan Kroesen. Dan veel ruimte voor Wiekwik. Dit is een prima actie van Sam Rosema. En daar is hij hoor, Willem Lanjouw. Geef hem geen gaatje, want dan scoort hij. Dat doet hij ook tegen FC Klazineveen. Dit is natuurlijk veel te makkelijk. En Lanjouw, vogeltje vrij, duikt hij op voor Abeltjes. Het is 0 tegen 1. En dan de tweede helft, waarin Klazineveen nauwelijks iets kan uitrichten. En als het dan ook nog 0-2 wordt, uit een kopbal en een ongelukkige eigen goal van Thomas Been, lijkt het duel wel gespeeld. De corner belandt op het hoofd van Ruben Kiers. En daar inderdaad de ongelukkige touché van Thomas Been. 0-2. En dan wordt het ook nog 0 tegen 3. Na opnieuw een ongelukkige actie van Been. Hij houdt vast. De bal gaat op de stip. En Wiekwik mag aanleggen voor een derde treffer. Nee, er komt geen promotie voor FC Klazineveen. Ook volgend seizoen speelt die club in de derde klasse. Wiekwik promoveert. Het wordt uiteindelijk door deze goal van Aaron Stringholt 0 tegen 3. Voor FC Klazineveen komt een lang seizoen tot een eind zonder feestje. Nou ja, goed, je hoopt dat je wint en je wil goed afsluiten. Aan de andere kant denk ik, je hebt die finale gehaald en dan is dus één wedstrijd en ja, je hebt geen herkansing. Dus ik ben daar dus wel, Kater moet je graag het willen winnen, maar toch ook wel trots dat je dit hebt bereikt nog naar de moeilijke stap. Dus ja, prima. Straks in onze club nog veel meer amateurvoetbal met 5 finales in de nacompetitie. Weggejaagd en ongewenst, zo voelt melkveehouder Tijmen Nagel uit Bijlen zich. De boer, die oorspronkelijk uit Bunschoten-Spakenburg komt, dacht in Drenthe zijn toekomst te kunnen opbouwen. Maar met de te halen stikstofdoelen maakt hij zich ernstige zorgen over de toekomst. Je doet je best, je doet een hoop dingen, je wil verduurzamen. Je probeert je aan te passen aan de wensen van de maatschappij. En dan wordt er in één keer een streep doorgehaald, het is klaar. Jozef B. is veroordeeld tot 3 jaar celstraf voor vrijheidsberoving van de jongste 6 kinderen van Ruinerwoldvader Gerrit-Jan van D. Verslaggever Annemiek Meijer volgt de zaak. Jozef B. werkte zo samen met vader Gerrit-Jan van D. dat hij dus medeschuldig is aan het beroven van de vrijheid van die kinderen. Het RIVM waarschuwt voor een nieuwe coronagolf nu de besmettingen weer hard oplopen. In de afgelopen 2 weken is het aantal coronagevallen landelijk meer dan verdubbeld. Gaan we in Drenthe een zomer vol corona tegemoet? Ja, het begint, maar natuurlijk niet zo dramatisch als in de Randstad. En de vraag is natuurlijk, als we nu even verder kijken, of het zo laag blijft of dat het echt gaat stijgen. Dat weten we niet. Het kabinet zal erkennen dat Nederlandse militairen in de jaren 90 op een onmogelijke missie zijn gestuurd naar Srebrenica. De militairen van Dutchbat 3, voornamelijk uit Drenthe en Groningen, moesten voorkomen dat de moslim-enclave in handen viel van de Bosnische Serviërs. Een van die militairen was chirurg Gerry Kramer uit Vries. Dat is heel makkelijk. Als je zegt van we geven nu eerherstel, dan is het binnen. Maar daarmee heb je nog geen waardering gescoord voor wat je gedaan hebt. Ik denk dat er altijd iets zal blijven van de ontevredenheid bij de mannen. Horecaondernemers in Assen maken zich weinig zorgen over een gebrek aan personeel tijdens het Titi-festival. Landelijk is er een tekort aan medewerkers voor cafés en restaurants. En ook in Drenthe worstelen bedrijven om de roosters rond te krijgen. Maar juist tijdens de Titi-week hebben de meeste horecazaken in de provinciehoofdstad geen moeite om helpende handen te vinden.
Wat ik hier van het plein sowieso meekrijg, zijn heel veel oud-werknemers die dan stoppen in de horeca omdat ze een andere baan krijgen of een gezin krijgen. Maar die vinden de horeca toch nog zo leuk, en dat is het ook. En dat ze dan met die tea vaak zeggen, ik blok alles uit, ik kom in de carousel staan, ik beleef het vanaf die kant. Op de Oranje Kazerne in Schaarsbergen hebben premier Rutte en defensieminister Ollongren hun erkenning en waardering uitgesproken aan de militairen van Dutch Bat 3. Vandaag maak ik namens de Nederlandse regering excuses aan alle vrouwen en mannen van Dutch Bat 3. Velen hebben vandaag de dag nog te kampen met de gevolgen van de missie. En over veel levens hangt een blijvende schaduw. En dat erkennen we vandaag. Vanavond is het bewolkt met een kleine kans op een bui. De temperatuur daalt naar zo'n 10 graden. Morgenochtend staat er een matige tot krachtige wind en is het overwegend bewolkt. 'S Middags neemt de wind af en breekt de zon door. Het kwik loopt dan op naar zo'n 19 graden. In de nacht naar dinsdag kan er wat grondmist ontstaan. Overdag wordt het overwegend zonnig met een graad of 23. Op woensdag gaan we de zon veel zien met hier en daar een stapelwolk. Ook donderdag wordt het vrij zonnig en loopt de temperatuur op naar 25 tot 26 graden. Tot zover deze Drenthe Nu. Nog een fijne avond en graag tot morgen.